Nadat Hitler in 1933 aan de macht is gekomen in Duitsland, maakt hij van Duitsland een totalitaire staat. En wat dat is en hoe dat in zijn werk gaat, daar gaan we in deze video's naar kijken. Eerst eens even kijken naar dat begrip totalitaire staat, daar zit het woord totaal in en een totalitaire staat wil dan ook totale controle over het denken en doen van de bevolking hebben. Het is een politiek systeem dat het denken en doen van de bevolking totaal wil beheersen. Er is dus één partij met één sterke leider, in dit geval dus Hitler met zijn NSDAP, die door middel van propaganda en censuur, dus boodschappen versterken en andere boodschappen juist verbieden, en door middel van onderdrukking, dus mensen oppakken en gevangen zetten en dergelijke, totale controle houdt over de bevolking. Nou, en hoe deed Hitler dat dan? Welke middelen had hij tot zijn beschikking? Nou, verschillende zaken en die gaan we hier eens even bekijken. Uh, ten eerste uh, gaat hij door middel van censuur, hè, dat zagen we net al... Uh, van de kunst en de media gaat hij de bevolking indoctrineren. En indoctrinatie, dat wil eigenlijk zoveel zeggen... is dat je de hele tijd maar dezelfde boodschap blijft herhalen... dat je die echt op gaat dringen aan mensen. En dat doe je dus onder andere door censuur, want daarmee verbied je... Andere ideeën In kranten mochten sommige meningen, sommige ideeën dus niet meer komen te staan. Uh, sommige schilders die, 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 die mochten ook niet meer schilderen omdat ze de verkeerde dingen afbeelden op hun schilderij, bijvoorbeeld. Dat is allemaal censuur. Bepaalde uitingen in de kunst en in de media die worden dus simpelweg verboden. Ja, en de Duitse bevolking wordt ook heel erg geïndoctrineerd door grootschalig gebruik van propaganda. En propaganda is eigenlijk politieke reclame. Hè, dus Constant wordt door middel van toespraken, posters en weet ik voor wat allemaal. Uh, wordt de boodschap herhaald waarom het nationaal socialisme goed is en waarom de rest allemaal slecht is. Dat is propaganda. Ja, en daar hield het niet meer op voor Hitler en de Nationaal Socialisten, want ze gingen doen aan zogenaamde Gleichschaltung, oftewel gelijkschakeling. En dat houdt in dat, dat eigenlijk organisaties, hè, en dat, dat kan dus van kranten en ook radioomroepen en, en, en uh, filmmakers en dergelijke, dat die allemaal ondergeschikt worden gemaakt aan die ideeën van de Naties, van het Nationaal Socialisme. Die mochten alleen nog maar die boodschappen uitdragen. Dus overal in organisaties, daar kwamen ook nationaal-socialisten in de directie en dergelijke en die hielden er ook controle op dat, dat dus die, uh, al die organisaties ook hetzelfde gingen doen, hè, dezelfde boodschap uit gingen dragen, gelijkschakeling dus. Ja, en dit zijn dus allemaal manieren om mensen te overtuigen van jouw ideeën. Maar er zijn natuurlijk ook altijd mensen die het er niet mee eens zijn, of die er andere ideeën op nahouden. En daar had de Nationaal Socialisten ook wel een oplossing voor: dat is de zogenaamde terreur, het gebruik van geweld om mensen bang te maken zo had de NSDAP de partij van Hitler had bijvoorbeeld uh, zijn eigen partijleger de SA de Sturmabteilung ja, dat was gewoon een knokploeg die over straat ging en ook uh, mensen bang maakte en, en dreigde als het uh, nodig was ja, en uh, politieke tegenstanders die konden natuurlijk ook vervolgd worden hè, en die konden gevangen gezet worden in gevangenissen of in concentratiekampen waar we het later ook nog over zullen gaan hebben en die politieke tegenstander moesten ook heel goed oppassen wat ze zeiden en tegen wie, want er werd ook gebruik gemaakt van uh, geheime politie, hè, die dus die tegenstanders probeerden op te sporen en uit te schakelen. Dus dit zijn allemaal middelen om die totale controle over die Duitse bevolking te krijgen. Want die Duitse bevolking die moest dus echt gaan geloven. In die ideeën van het nationaal socialisme. En die moest ook echt gaan geloven dat Hitler daarvoor de juiste persoon was om Duitsland te leiden. En we zien dan ook een heel sterke persoonsverheerlijking. He, dus, dus Hitler wordt echt centraal geplaatst in die propaganda. Hij is de vurer, de leider van de Duitse bevolking. En eh, iedereen die moet hem eigenlijk navolgen, hij is de vader van iedereen, de leider van iedereen. En uh, dat idee dat je een leider altijd moet volgen, dat noemen we ook wel het Vurerprincipe. En dat kwam eigenlijk in die hele Duitse samenleving centraal te staan. Hè? Dus het idee dat je altijd, zonder dat je kritieken erop hebt, gewoon je meerdere moet gehoorzamen. Dus als scholier moet je je leraar uh, gehoorzamen. Als uh, werknemer moet je je baas gehoorzamen. Je moet gewoon luisteren naar je meerdere. Dat is het Vurerprincipe. En wat je nu dus allemaal net hebt gezien, zijn het allemaal voorbeelden van hoe Hitler en zijn uh, partij steeds meer grip kregen op de hele Duitse samenleving.